Dames en heren, welkom, welkom, welkom tot het programma De Tafel. U weet intussen al dus dat De Tafel een productie is van Suriname Herald en Rassenik Televisie. En we zijn er elke week weer te bewonderen op de beeldbuis. Ik ben Joyce Abdullah Khan, uw gastvrouw voor de komende tijd. Ja, en dat is het weer zover, lieve mensen. We hebben weer een gast vanavond en die zal ons meer vertellen over zijn politieke partij. We hebben namelijk de heer Alfonsi, en hij is voorzitter van de politieke partij DOE. En we weten allemaal dus dat DOE geen onbekende politieke speler is meer in het politieke veld. De partij is namelijk opgericht op 2 december 1999 en bij de verkiezingen van 25 mei 2010 heeft DOE toch wel het gepresteerd om een zetel te behalen in onze hoogste college van staat, de Nationale Assemblée. En dat heeft hij verkregen door middel van 12.095 stemmen, wat neerkomt op 5,1% van de algehele stemmen. Karel Breeveld die heeft toen voor 2 termijnen gefunctioneerd als DNA-lid voor de DOE. De partij behaalde geen zetels tijdens de verkiezingen van 2020. Gaat DOE meedoen aan de verkiezingen van 2025? Dat is de vraag die menigeen zichzelf. Om dat te weten te komen, hebben we niemand anders uitgenodigd dan de voorzitter, de huidige voorzitter, hemzelf, Steven Alfonsi. Welkom Steven, tot het programma De Tafel. Ja, dankjewel. Ik mag Joyce zeggen. Ja hoor, dat klinkt toch veel makkelijker ook, hè? Yes, yes. Maar ook aan de kijkers, ook groeten, warme groeten. Ik vind het een hele eer om bij jou aan tafel te zitten, Joyce. Oké. Het is dan zo, hè, dus dat we een politiek praatje gaan hebben. En maar voordat we daarmee aanvangen, zou het toch goed zijn dat je de kijkers meer over jezelf vertelt. Wie is Steven Alfonsi in principe? Het is altijd zo'n moeilijke vraag, maar je moet er een beetje op berekend zijn dat het zal komen. Ja. Steven Alfonsi is een Surinamer. Ik voel me nog een Surinaamse jongeman. getrouwd, 3 kinderen, 3 jongens. Ik zeg daarom een Surinamer, een nationalist, in hart en nieren. En in feite zou ik niet in een ander land geboren willen worden als ik opnieuw geboren zou worden. Dus Suriname is waarvoor mijn hart gaat en voel. Maar het belangrijkste natuurlijk is dus dat je als mens, en als het bij mij gaat, gaat het meer om de mensheid, dat je heel veel waarde hecht daaraan. En heel veel liefde. Ik geef graag liefde, maar ik ontvang ook graag liefde terug. En dit is mijn opstelling. Dat is de persoon van Steven Alfonsi. Geef om zijn land, geef om zijn gezin. Maar ook heel veel te doen heeft met liefde geven en liefde ontvangen. Heel mooi verwoord. Waar begon in feite jouw politieke interesse om de politiek in te gaan? Wat is de drijfveer in feite geweest? Zeg, hé, sta op jongeman, we gaan nu voor de politiek. Ik wil het beter hebben voor ons land en volk. Het begon in principe rond 1999 daarvoor. Ik weet niet als je het weet, ik was een van de medeoprichters van DOE. Ik zat in het eerste bestuur van DOE, ja. Samen met de voorzitter toen. Mevrouw Monique Asset Fernandez zat ik in het eerste bestuur van de politieke partij toe. En de reden dat ik in de politiek stapte, het was zo dat we studenten waren op de universiteit. En u kent de tijd van Bosje, weg met Bosje. Omdat het financieel, maar ook politiek, maatschappelijk heel erg... in feite sprake was van een chaotische situatie, een neergang in alles en zo. Met heel veel hollende inflatie als het gaat om de economie, weet je. Het geld betekende niks. En toen
niet alleen ik, maar er waren gelijkgerichte jongeren die vonden van, we moeten iets doen. We kunnen niet stil blijven zitten en we moeten onze stem laten horen. Toen hebben we een beweging opgericht. Het was geen formele beweging. Het heette toen POA. Progressieve Ontwikkelings- en Welzijnsalternatief hadden we dus de naam gegeven aan deze beweging. Echt heel veel jonge mensen van de universiteit, verschillende universiteiten, maatschappij, medisch en dergelijke, of pas afgestudeerden. En toen begonnen we te vergaderen omdat we dus de verkiezingen zouden willen beïnvloeden. Op een gegeven moment hoorden de ietsje ouderen van ons, en dat is Monique Esset en Maarten Schalkwijk, die maakten contact met ons. En op een gegeven moment bleek het dat we dus dezelfde ideeën hebben en dezelfde doelstellingen hadden. En ze hebben ons in feite kunnen overtuigen om een politieke partij op te richten, dus waarmee ze bezig waren. Dus zo is Doe toen ontstaan. En menigen weten dus niet dat Doe niet van oorsprong een christelijke partij is. Mensen denken van oké, omdat ze hebben gezien dat Maarten Schalkwijk, Karel Breveld, vooraanstaande christelijke leiders waren in de Surinaamse gemeenschap, de partij leiden, dat Doe een puur christelijke partij was. Maar dat was niet het geval, omdat toen was ik was wel christen vanuit EBG, maar ik was niet een echt praktiserend christen, toch? Actief. En menige ook niet van de jonge mensen die daar waren van verschillende geloofsovertuigingen, die in feite stapten binnen de partij, of in ieder geval zeiden van we gaan helpen, staan achter de oprichting van de partij. Gaandeweg denk ik dus dat het een wending heeft genomen, omdat het de leiders christenen waren, dat werd gepropageerd. Maar ik weet ook wel dus dat hun initiatief om partij op te richten vanuit Maarten Schalkwijk, dat het was ook vanuit de Sibibusi-beweging, een christelijke beweging toen, van verschillende kerken, die hadden gezegd van de christenen moeten in de politiek. Dus van hun kant uit, een groot deel was wel dus dat de beweegredenen, maar vanuit de jongeren was dat niet het geval. Dus ik denk dat het goed is dat mensen dat weten. En daarom proberen we dus dat, zeker met mijn komst als voorzitter, ben ik terug naar de basis gegaan, waar ik zeg van, Doe is in feite een nationale partij waar iedereen welkom is. Het maakt niet uit of je nou wat voor religieuze achtergrond je bent of wat je etnische afkomst is. Je bent een Surinamer, dat is van belang. En daar gaan we voor, weet je. Dus het is niet zeg dus dat jullie een christelijke partij zijn. Maar dan toch wil ik vragen, hoe kijk je aan tegen de ideologie van de christenen wanneer we het daarover willen hebben? En nu wordt praten over christelijke partijen. Hoe kijken jullie aan tegen een samenwerking met A20? Want ook die praat over het christelijk zijn. Ja. Kijk, of tenminste de partij, Doe, is geloof in een scheiding van kerk en staat. Dus we geloven niet zozeer dat kerk en staat, als je zo. En je mag zeggen religie en staat bij elkaar horen in onze context van politiek voering in Suriname. We zijn een multireligieuze samenleving. Het moment dat je zou gaan kiezen om vanuit een christelijke ideologie of een islamitische ideologie politiek te gaan voeren, dan in feite discrimineer je al deels of je beperkt mensen om zo, misschien zijn je andere idealen wel de idealen die de mensen achterstaan, maar vanwege het feit dus dat je vanuit een christelijke ideologie politiek wil voeren, dat in feite mensen op een afstand staan op een gegeven moment. Dus daar geloven wij als Doe dus niet in. Wij zeggen van iedereen, wanneer we praten over de ontwikkeling van het land, dan moet je iedereen erbij betrekken. Dan moet je dus niet gaan scheiden op basis van
van een religieuze achtergrond. Dat is juist, we moeten dus niet gaan kijken op zulke momenten naar dingen die ons scheiden, maar juist naar dingen die ons binden. En we weten dus dat we in Suriname, als het gaat om religie, heel erg verdraagzaam zijn. En we willen het ook zo houden. Dus dat was ons uitgangspunt. En daarom zeg ik terug naar de basis. Zoals we doe zijn begonnen. Zoals we hadden gesteld bij de oprichting van de partij. Dus, en daarnaast, elke partij, om te praten over A20, omdat we ook met hen een MOU hebben, een Memorandum of Understanding, die uiteindelijk moet gaan resulteren in een memorandum, maar in een samenwerkingsovereenkomst, waarmee we nu heel sterk bezig zijn deze komende dagen, gaan we niet kijken naar wat ons uit elkaar houdt. Toch? Verschillen, want er zijn heel veel overeenkomsten die we hebben met A20, als het gaat om anticorruptie, een pro-Suriname benadering, integriteit, moraal en ethiek. Ik denk dat we daarna moeten kijken in plaats dat we gaan kijken dus naar christelijke waarden en normen. Ik ben zelf christen van huis uit, maar ik heb alle soorten vrienden, moslimvrienden, noem maar op, wat voor religie. Sommige mensen zijn, je kan ze zeggen, ze hebben geen religie, maar ook vanuit de traditionele religie. Ik kom zelf vanuit de traditionele religie, om te zeggen vanuit de Marons, ik weet wat het is. Dus we hebben vrienden, kennissen, overal. Dus je kan niet gaan beperken, je kan niet gaan discrimineren. Dus wij zeggen van die samenwerking, we kijken, we zullen, zodra het gaat om moraal en ethiek en de ontwikkeling van Suriname als prioriteit en deskundigheid op de eerste plaats, dan gaan we dus niet kijken naar andere bijzaken. Wij zien die dingen als afleiders, weet je, door te gaan letten op, of zeker als het gaat om religie. Dus we focussen meer op de andere zaken, dus die ons binden, in plaats van de dingen die ons scheiden. Intussen bestaat DOE al 20 jaar. Dus dat klopt. Maar in het jaar 1999, wat was toen de drijfveer? Zo, om te zeggen van, hé, jongens, kom, we gaan een nieuwe partij oprichten. Wat ik al aangaf, het is de situatie toen. Het ging niet goed met Suriname. Oh, we kennen dat toch. Uiteindelijk heeft Weidenbos president. Weidenbos, en dat vond ik wel democratisch van hem hoor. Je kan alles zeggen wat je wil over hem. Maar dat geeft zijn gehalte van, zijn democratisch gehalte en gevoel weer. Waar hij zegt van, ik ga niet blijven koste wat kost. President of in de regering zitten, maar ik ga in feite het mandaat teruggeven aan de samenleving om te beslissen. Toch? Dus dat was een goede move en een democratisch move waarvan ik zeg van dat is zeer te waarderen. En menige presidenten en regeringen zouden dat moeten hebben opgevolgd. Dus de wijze zoals hij dat heeft opgepakt. Dus het ging niet goed in het land op alle niveaus, zoals het dus nu ook slecht gaat in het land. En zoals het is gegaan toen ook tijdens het vorige bewind van Bouterse. Zo ging het echt bergafwaarts. En je kan niet aan de kantlijn blijven staan en buiten de arena blijven schreeuwen en zeggen van, of niet eens schreeuwen, maar zeggen van, het moet veranderen. Maar wat doe je zelf om die verandering teweeg te brengen? En wij geloofden dus dat we in feite, dat we van betekenis konden zijn om die verandering in ieder geval te mobiliseren en teweeg te brengen. Dus daarom de keuze om niet aan de kantlijn te blijven staan, maar daadwerkelijk actief bezig te zijn om die verandering te realiseren. Wanneer we nu kijken, gaat het ook bergafwaarts met Suriname. En toch zie je dus dat in plaats van dat men verandert, men vraagt om meer tijd. Zeg, waarmee we begonnen zijn, laten we het afmaken. Dan vraag je af, zeg, wat hebben deze mensen in hun hoofd? Als ze niet zien, zijn ze ziende blind voor de noden van het Surinaamse volk. Dat het volk schreeuwt om verandering en verbetering. Maar jij denkt, zeg, nee, geef me tijd om verder te gaan. Verder te gaan met wat? Met waarmee we nu bezig zijn? Of moet er echt een daadwerkelijke verandering komen, Steven? Ik denk dat wanneer mensen eenmaal macht hebben geproefd en in de positie zijn gekomen om macht uit te oefenen,
Ik praat daar niet over gezag, maar ik praat over macht. Dan is dat in feite, denk ik, net als verslaafd raken aan de power die je krijgt om bepaalde dingen te doen. In vooral jouw voordeel en van je vrienden en je naasten. Dus het algemeen belang in feite maakt plaats voor het persoonlijk belang. Toch? Dus, en dat is precies wat er gebeurt. Men begint buiten de realiteit te leven. Dus men verliest dat stukje realiteitszin. Toch? Ze leven in feite in de wolken terwijl de samenleving hier beneden zit. En dingen meemaakt, verpauperd. Weet je? Dus, en voor hun is het simpel, omdat ze dat niet voelen. Ze hebben alle faciliteiten, alle luxe om zich heen, weet je, om zaken te doen. Maar als je daadwerkelijk wil en zou zeggen van ik wil verandering voor dit land realiseren, dan zou je moeten kijken wat on the ground gebeurt en daarin acties ondernemen die daadwerkelijk verandering teweeg moeten brengen. Ik kijk bijvoorbeeld naar situaties zoals dat we dus nu zitten met de energietarieven die in feite opgelegd worden, deze verzwaarde energietarieven. Ik ben ook geen tegenstander van afbouw van subsidie. Ik ben geen tegenstander daarvan. Maar je zal het moeten doen simultaan met een goed plan waarbij in feite de minder bedeelden dus niet de dupe ervan worden. Je kan dus niet achteraf bezig zijn en zeggen van eerst de moeilijke maatregelen treffen en de mensen verpauperen. Hun koopkracht gaat achteruit op alle niveaus. En dan uiteindelijk zeggen, ik ga het corrigeren, ik ga ervoor zorgen. In feite zou, ja, als je zou zeggen, een sociaal programma zou vooruit moeten lopen op de maatregelen die getroffen zouden moeten worden. Om de mensen te beschermen. Dus in feite spant met het paard achter de wagen. Toch? Dus men doet eerst de foute dingen voordat men zegt van we gaan corrigeren. Er zijn een aantal zaken die me bezighouden. Dus die zware corruptie die plaatsvindt nog steeds, zoals we hebben gezien in de afgelopen periode, vorige regering. We continueren daarmee. Grondcorruptie. Corruptie van bedrijven die sjoemelen. Of nepdeals die gemaakt worden om mensen of vrienden te bevoordelen. Dus men is niet bezig met regeren. Men is bezig de belangen, de persoonlijke belangen, vriendjes en politieke belangen veilig te stellen. Terwijl het algemeen belang dan van de samenleving, de dingen die de samenleving pijn doen, dat men dus daaraan niet gaat werken. Dus dat is voor hun regeren. Dus nogmaals, ik ben volledig eens met je als je dat zegt van dat het leek alsof men dat niet ziet, maar men in feite men leeft in een andere wereld dan dat de bevolking leeft. Ja, is echt een harde dobber, hè? Waardoor wij nu gaan. Ja. Maar net wat jij zegt, de mensen zijn ziende, blind en Oost-Indisch doof voor alle noden van het volk. Mm-hmm. En ze gaan rustig op de voortgezette weg, wat zij voor zichzelf hebben uitgestippeld. Wanneer je daar komt, de verkiezingen, wanneer de verkiezingen voor de deur staan, zijn het dezezelfde mensen die vragen, zet me daar, ik ga dit, ik ga dat, ik ga zus, ik ga zo doen. Maar wanneer je eenmaal daar zit, zoals je zegt, dan speelt macht een heel belangrijke rol. En die factor moeten wij nu overzien. Ja, want het is nou natuurlijk, we moeten de handen in eigen boezem steken. Ik denk dat we dus misschien niet genoegzaam, daar kijk ik naar onze eigen organisatie als Doe. Als je zou kijken naar een organisatie, een politieke partij als Doe, de waarden en de normen die we propageren, maar ook leven als personen, want personen maken een organisatie uit, weet je. Een organisatie kan niet op zichzelf bezig zijn om te zeggen, Doe is een geweldige organisatie. Ja. Het zijn de mensen binnen de organisatie. Of Doe is een integere partij. Het zijn de integere mensen in de partij die in feite een bepaalde reputatie of imago geven aan zo'n partij. Dan schetst het mij een verbazing om te zeggen van, het verbaast mij als ik zeg van, toch
kiezen er mensen ervoor om een partij als Doe Niet te ondersteunen in zijn volledigheid. Maar dan steken we de hand in eigen boezem. Dan zeggen we, misschien brengen we de boodschap nog niet voldoende of krachtig genoeg, weet je. Maar we weten wel dat er een aantal zaken spelen die maken dus dat... die maken dus dat mensen steeds gaan kiezen voor de partijen die het, niet menen. Zogenaamde grote partijen die niet menen met de samenleving en echt daar zitten voor hun eigen belang. Kijk even om je heen wie er beter van zijn geworden. Als het niet de VP is, zijn het de ministers en dergelijke. Dus nogmaals, we moeten de boodschap als samenleving dus niet alleen doen. Maar als samenleving moeten we de boodschap goed laten doorklinken, zodat er een veranderingsgedrag aan, gedrag gaat veranderen van de mensen, de keuzes die ze maken, de leiders die ze gaan kiezen. Dat in feite, dat je niet gaat kiezen voor mensen met een crimineel verleden, want het is zoeken naar problemen. Dat je niet, op een gegeven moment niet gaat kiezen voor mensen die in feite knallen, je knallen voor citroenen proberen te verkopen. Ze zeggen vandaag A en probeer je morgen B uit te leggen. Dat waarom het B is geworden, terwijl ze de garantie hadden gegeven dat het A zou worden. En daarin kunnen we bijvoorbeeld de huidige president terugvinden die in feite zoveel dingen had beloofd. Diaspora, kapitaal, noem maar op. En uiteindelijk komen die dingen er niet en dan zijn er genoeg drogredenen om uit te leggen waarom niet. Ik denk dat we moeten gaan naar mensen die in de Surinaamse samenleving een voldoende track record hebben getoond en hebben bewezen dat ze nastreven, niemand is perfect, maar er nastreven een rechte pad te bewandelen. Toch? Dus daar moeten we naar zoeken. En Suriname, we leven in een dorp. Het is bekend wie is en wie wat doet. Weet je? Waarom zoeken we dus niet naar kundigheid? Waarom zoeken we dus niet naar integriteit? En blijven we toch voor de leiders kiezen die, waarvan we bij voorbaat in principe weten dat het niet goed toeven is en dat ze ons de verkeerde richting zullen opsturen. Dus we hebben een probleem. Ja, we hebben een probleem. Maar bij deze leider wisten we wel van tevoren, want hij had het ook gezegd, hij kwam nieuw naar binnen en hij had zoveel beloofd, maar toch wanneer puntje bij paaltje komt, dan zie je dat puntje weggaat van paaltje, paaltje gaat zijn eigen kant op en puntje zijn eigen gang. Dus ja, we zitten met een probleem, met een kunu, zou zalig mijn moeder hebben gezegd. We zitten met een kunu die we moeten wegwerken. Hoe we dat gaan moeten wegwerken, dat zal bepalend zijn 25 mei komend jaar. Ik heb gemerkt dus dat er ook vanuit de VHPR een voorstel is gekomen dat ze hebben gevraagd dat mensen met een strafblad geweerd moeten worden om mee te doen aan de komende verkiezingen. Wat denkt u hierover? In feite, het antwoord is al bekend als we praten over Doe. Wij hebben gepropageerd continu dus dat mensen met een strafblad, en daar praat ik niet over wishy-washies hoor, nee. Over een verkeersovertreding en dergelijke, maar ik praat over, en we moeten als samenleving dus dat gaan goed gaan formuleren en vaststellen, ja. Wie we, dat zou al lang moeten hebben plaatsgehad bij de vorige regering, maar ik denk dat de samenleving, de partijen de kans moeten geven aan het bewind te komen, die daadwerkelijk zullen zeggen van, als je ons mandaat geeft, is dat wel een prioriteit voor ons om mensen met een strafblad die we gaan formuleren, over welke straffen we praten, gaan weren uit de staatsstructuren, zeker in de top van de staatsstructuren. Daar praat ik over als het bekend is dat iemand zich bezig heeft gehouden met frauduleuze handelingen en veroordeeld is geworden. Als we mensen veroordeeld zijn over immoraliteit, als mensen zijn veroordeeld over, laten we zeggen, cocaïne delicten, toch? Roofdelicten. Diefstal, dan kan je toch zo iemand niet met macht bekleden of toevertrouwen
of met middelen toevertrouwen om in feite staatsmiddelen of staatsmacht om te gaan roelen over staatsmiddelen of over het land. Het is in feite vragen om problemen. In feite weet je van tevoren wat het resultaat zal zijn, toch? Dus wij zijn heel sterke voorstander daarvan. En daarom binnen onze partij, wij zijn de enige partij die dat, en ik heb begrepen dat A20 ons heeft nagevolgd, om een commissie van ethiek en integriteit te hebben binnen de partij. Iedereen laten we dus die een vooraanstaande rol zou moeten vervullen. Bijvoorbeeld op de DNA-lijst, kandidatenlijst komt. Of een staatsambt gaat vervullen namens de partij. Die wordt gescreend door de commissie. Natuurlijk kan je niet alles capturen. Maar heel veel kan je capturen vooraf. En het belangrijkste is dus dat je sancties tref als rigoureus sancties tref als dat het geval zou moeten zijn. Zowel binnen de politieke partijen, maar ook binnen de samenleving als mensen over de schreef gaan. En wat er is, en we merken het, we sluiten in feite deals met de duivel. Toch? We sluiten pachten met de duivel. Omdat we van tevoren weten, we willen macht. En het maakt niet uit wie de persoon is, van waar die persoon komt, wat die persoon heeft gedaan, of wat de perspectieven zijn. Als ik samenwerk met die persoon, ik moet, mag, en dat is voor mij belangrijk. We zien morgen wel. En daarom de huidige president probeert continu dingen die verkeerd gaan te schuiven in de schoenen van zijn coalitiepartner. Zeg van, die zit verkeerd. Maar je weet van tevoren dat die verkeerd zat. En toch heb je die keuze gemaakt voor die partij om samen te werken. Weet je? En dan zit je verwijten te maken en dergelijke. Dus nogmaals, als samenleving moeten we naar een punt toe. En het ligt aan ons als samenleving, niet alleen politieke partijen, politieke organisaties, maar de brede laag van de samenleving, om onze mensen te educeren, te onderwijzen over het maken van keuzes. Keuzes die impact hebben op je toekomst, op je leven. En dat men moet beseffen dat de macht daadwerkelijk bij het volk ligt. Toch? Want we stemmen om de 5 jaar en we geven zoveel macht aan politieke leiders die, wanneer ze eenmaal aan de macht zijn, dat ze helemaal niet terugkijken naar ons. En doen wat ze willen en niet doen wat ze zeggen of hebben gezegd, toch? Ze doen totaal andere dingen. En na in jaar 4 gaat men ons komen vragen om weer een kans om dus weer te gaan roelen 5 jaar en ons weer te vergeten. Ik denk dat we niet genoeg samen bezig zijn als samenleving om onze mensen te onderwijzen. Je hebt hier iets heel moois aangehaald. Zeg, kijk, die president, wat we nu hebben, Chandrika Prasad Santokhi, hij weet dat bepaalde dingen goed fout zitten. Mm-hmm. En jij bent de man om drastisch te kunnen optreden. Want hij weet, net wat je zegt, zijn partner die naast hem zit, die begaat fouten op fouten. Mm-hmm. Die blijft maar door fouten maken. Hij zou dus toch aan de rem moeten trekken, of aan de bel moeten trekken. Zeg, luister dan, hé man. Je fok een zak op, man. Mm-hmm, mm-hmm. Want nou, je maakt me ook te fok op, vier fok op. Mm-hmm. Begrijp je? Dus je moet toch wel de touwtjes in handen weten te houden. En zij zeggen, hé man, stop man. Laten we werken voor het land. Het is al genoeg geweest. En dat kan hij niet doen, zoals we het aanzien. Het is een lachertje, toch? Maar een lachertje is niet... Het zet Suriname te schande, hè? Ik kijk bijvoorbeeld wat er gebeurt. De VP heeft laatst een verklaring gegeven over goudstaven, dus die bij thuis lagen bij een in feite een crimineel die wordt berecht op dit moment. Je kan je niet voorstellen dat zo'n statement. Ik weet niet, nog steeds niet of het waar is. Ik hoop dat het niet waar is, maar ik hoor dat het waar is.
dan vraag je je af van, je zet je land zo te schande. Welke associatie maak je als land, als men weet dat de tweede man van de... van het land, de tweede man, de tweede persoon van het land, die associatie, dat netwerk heeft met een veroordeelde crimineel reeds, maar ook die nu in proces is van een case, weet je? Dus dat is één aspect. Maar ik hoor de president ook zeggen van, en dat is wat ze ook een lachertje zegt van, ik heb de minister van GBB, grondbeheer, en heb ik opgedragen om binnen een week maatregelen te treffen dat zaken teruggedraaid worden. Ik vind dat moet je dus niet in een, op een podium komen uitleggen. Die actie en die stappen zou je in feite al lang hebben moeten nemen om te corrigeren. Dus waarmee zijn we bezig in dit land? En denk je dat je zo'n sterke president bent als je dingen op podia zegt die niet realiseerbaar zijn, maar in podiumtaal? We hebben geen tijd voor podiumtaal in Suriname. We zitten in een dilemma, we zitten in een chaos. We moeten economisch en sociaal maatschappelijk herstel van Suriname. En dan moeten we samen gaan werken. All hands on deck. En mensen dus die in feite buiten het gelid lopen, moet je dus eruit zetten en zeggen van, we hebben geen tijd voor spelletjes. Jongens, meisjes, dames en heren, dit is de richting waarop opgaan Suriname moet hersteld worden op vele vlakken. Kijk wat er gebeurt op met het veiligheidsaspect nu. Het is net een spelletje. We praten over veiligheid, we praten over de economie, we praten en iedereen, men denkt dat het een toneelspel is. Ik noem het Circus Stupido versie 2.0. Toch? Het is net een toneel waar men aan het spelen is. Maar men is bezig te spelen met de belangen van de samenleving. Terwijl mensen pinaren, terwijl mensen verpauperen, ben je bezig politiek in negatieve zin te spelen over de hoofden van de mensen. Ja, Steven, er is zoveel om over in te praten. Maar de tijd is niet altijd onze bondgenoot, dus we gaan even kijken wat nog belangrijk is dat ik jou wil vragen. Je hebt net gesproken over een veroordeelde ex-president. Als we kijken naar die periode, wat zich allemaal heeft voorgedaan en ook nog friends and family bevoordelen, het beleid, schandalen, allemaal hebben te maken gehad met de zaken die zich nu afspelen in Suriname. Hoe kijk jij daar tegenaan en hoe reflecteert dat in ons land? Laat me dit zo beantwoorden hoor. Ik denk dus dat ons standpunt nogmaals heel duidelijk is. We maken ons sterk voor anticorruptie, maar ook moraal en ethiek in de politiek. Dus daar staan we heel sterk als politieke organisatie achter deze zaken. Dus we kunnen dus dat niet goed praten. Ik denk dus, om te gaan praten over waar we naartoe moeten gaan als Suriname. Ik denk dus dat we, in ieder geval, het is moeilijker gezegd dan gedaan. Maar als we alle hoofden die richting bij elkaar zetten en alle neuzen die richting wijzen, dan denk ik dat we daadwerkelijk toe moeten naar een stukje maatschappijvisie voor Suriname. Wat willen we? Wat voor soort Suriname willen we hebben? Wat voor soort Surinamers willen we hebben? Willen we een Suriname waar deskundigheid, eerlijkheid, transparantie en in feite excellence priority is? Is duurzaamheid priority voor ons? Dan moeten we dat met elkaar in feite gaan afspreken. En dat zou je kunnen dus door als samenleving achter partijen te staan die dat propageren, maar waarvan je ook weet dat ze dat zullen gaan doen. Toch? Ze hebben bewezen dat te willen doen. Een gek voorbeeld geef ik hier zo. Ik ben tot nu toe de enige politicus die zijn vermogen bij de notaris heeft vastgelegd. In 2020 heb ik dat gedaan. Ik heb politici opgeroepen, andere politici, om het te doen. Omdat als je je vermogen vastlegt, dan weet men van alles wat je nadien vergaart,
van waar het komt dat het niet met corruptie vergaard is. En als het met corruptie vergaard is, kan je daarop in feite gesanctioneerd worden. Toch? Waarom zoeken we dus niet naar die zaken? Waarom incorporeren we die zaken niet in ons staatsbestel? Om er te garanderen dus dat we eerlijke en politici krijgen in het machtscentrum. Om zo die maatschappijvisie die we willen moeten gaan vormen met Suriname. Om dat te kunnen realiseren. Dus we moeten daar naartoe. Als we weten wat voor soort mensen, wat voor soort Surinamers we willen hebben. Dan moeten we in feite de acties daar naartoe ondernemen en dat in feite institutionaliseren binnen onze staatsstructuren. Dat is maar één deel van het verhaal. Ik denk dat we misschien dat ik terug moet waar we in feite inhoudelijk moeten gaan praten over hoe zien we in principe dus de ontwikkeling van Suriname, de problemen die we hebben in het land. Hoe denken we ze te kunnen overbruggen? Daar zijn we op dit moment als doe mee bezig. We hebben een aantal sessies gehad met externe deskundigen. Wij kijken dus niet naar dat het per se mensen van de partij moeten zijn. We hebben, en ik kan het gewoon zo zeggen, we hebben bijvoorbeeld een Lothar Boksteen uitgenodigd, Winston Namota Shin hebben we uitgenodigd, Kirti Algu, Karel Eckhorst, en een Stanley Esaias. Het zijn externe deskundigen, omdat we dus niet pretenderen alle wijsheid in pacht te hebben, maar dat ze hun vrijheid hebben genomen om te zeggen van oké, je hebt gevraagd, ik geef je die informatie hoe wij er tegenaan kijken, hoe we het beste Suriname kunnen ontwikkelen. En uiteindelijk is daar waar we naartoe moeten gaan, waar we met z'n allen achter een ontwikkelingsvisie en een ontwikkelingsplan zullen moeten gaan staan, goedgekeurd bij wet. En als we dat goedkeuren, 2/3 meerderheid, dat je het niet makkelijk voor een periode van 5 jaar, 10 jaar, dat je dus niet makkelijk moet kunnen veranderen. En dat als we een nieuwe regering hebben, dat we dus door zullen moeten gaan daarmee. Dus dat is wat we altijd hebben gepropageerd. Weet je? Maar als je niet weet waar je naartoe wil gaan, dan zal elke weg die je neemt je leiden naar je bestemming. Je denkt dat het je bestemming is. Want wanneer je aankomt, dan zeg je, oh, hier moest ik zijn. Terwijl je helemaal niet daar moet zijn. Weet je? En dat is wat er dus nu gebeurt als we kijken dus naar deze regering. Onsamenhangendheid. Twee regeringen. Eén partij, één coalitiepartner doet A. Die andere doet B. Wanneer gaan we ooit daar terechtkomen waar we willen zijn? En weten we per se en überhaupt waar we terecht willen komen? Stefan, wanneer we kijken naar de politieke consternatie die er geweest is in het jaar 2020, wat zich heeft voorgedaan als zogezegd stem slim, heeft dat ervoor gezorgd dat het doel die ene zetel die zij had niet heeft kunnen behouden? Ik zeg dus dat daadwerkelijk dat die stem slim campagne een bijdrage heeft geleverd tot wat het resultaat is vandaag. Ja. Maar natuurlijk ook, ik zeg het zo, misschien een beetje onbeleefd, goedgelovigheid van de Surinaamse samenleving. De verhalen dus die zijn opgespeld geworden dus door de toenmalige voorzitter van de VAP, nog steeds voorzitter, maar toen nog niet als president. En het blijkt in feite daadwerkelijk fabeltjes te zijn. Dus we hebben ze geloofd. Ik zeg wat? Weliswaar heb ik het niet geloofd en ik heb niet op hun gestemd, logischerwijs niet. Maar zo hebben we kunnen zien dat de partij van de president is gegroeid omdat mensen af zijn gegaan op de verhaaltjes, de beloftes die zijn gedaan. En daaraan gekoppeld dus die Stem Slim campagne. Ik zie eenzelfde en men probeert af te geven op de kleine progressieve politieke partijen. Om te zeggen, zijn kleine partijen nogal als Justin. Partijen, al die partijen die nu zich grote partijen wanen of menen, waren ook eens kleine partijen. Weet je, ik ga geen partijnamen noemen, maar allemaal zijn gegroeid van 1, 2, 3 zetels. Het gaat om je vasthoudendheid, continuïteit en natuurlijk dat mensen uiteindelijk begrijpen waar je naartoe wil gaan. Dus dat is één kant van het verhaal. Andere kant denk ik ook dat we
dat we de samenwerking dus die we hebben gehad met de NDP, dat het ons in feite ook een deuk heeft opgeleverd. We zijn weliswaar uit de samenwerking gestapt, maar het volk, of in ieder geval de mensen dus die op doel hadden gestemd, dus die waren al redelijk teleurgesteld dat we dus in feite hebben gesupport. Mm-hmm. Maar er zijn weinig partijen die hebben gezegd van dit is wat we waren overeengekomen in een regeerakkoord en als daarna niet wordt voldaan, dan doen wij stappen terug. Kunt u zich eentje herinneren die dat heeft gedaan? Men doet het niet. Men doet het niet. Men zou daarna moeten kijken, dus dat doe een volwassen partij is die heeft gezegd van we stappen eruit omdat we één hadden afgesproken dat we anticorruptie als heel serieus zouden nemen en dat we er tegenin zouden gaan. Twee, dat we dus niet zouden komen aan het december strafproces. Toch? Dat waren de zaken waaraan men toch ging en men ging hun eigen weg, zoals niet afgesproken. Dat is één. Maar een ander aspect om de volwassenheid van Doet te laten zien, is dat we in principe de minister die we hebben aangesteld en ook een scheve schaats had gereden, dat we uiteindelijk die geroeid hebben uit de partij. Het toont van dat je houdt aan je waarden en normen als partij. Dingen kunnen verkeerd gaan, maar in feite de handhaving van je morale, ethische waarden en normen en regels, daar hou je aan vast. En dat hebben we bewezen. Het is misschien niet voldoende door ons uitgelegd, maar waardoor het minder is gewaardeerd door de kiezers. Zeg van, hé, deze partij is toch wel consistent in wat ze zeggen en wat ze doen. Weet je, en misschien moeten we dat ook beter gaan benadrukken. Dus we zeggen enerzijds stemslim, maar anderzijds ook, we houden ervan om de hand altijd in eigen boezem te steken. Dat vooral. Voor de duidelijkheid, zal Doet deelnemen aan de komende verkiezingen. En wat zullen jullie doen om ervoor te zorgen dat jullie zetelwinst zullen behalen in volgend jaar? En op hoeveel zetels maken jullie? Laat me beginnen met te zeggen van elke partij die meedoet aan de verkiezingen, die wil het maximale eruit halen. Klopt. Ja? Ja. Om in ieder geval, want je doet niet voor de vorm, je doet omdat je in het machtscentrum wil komen om de doelen, de idealen die je hebt, om die te kunnen realiseren en samen met anderen te kunnen werken eraan. Sowieso. Wij noemen geen zetelaantal, maar we hopen dus dat de samenleving daadwerkelijk de boodschap uiteindelijk van Doet gaat begrijpen en Doet gaat ondersteunen. Als ik dit heb gezegd, betekent dus dat we zwaar bezig zijn om ons voorbereid te bereiden om aan de verkiezingen mee te doen. Dus ik heb antwoord gegeven op je eerste vraag, Joyce. Mm-hmm. Maar het belangrijkste in deze is dus dat we moeten beseffen dat we het geweld weer zullen krijgen van geld. En wanneer ik zeg geld is belangrijk, maar wat voor geld? En we praten over zwart geld. En zwart geld heeft de afgelopen verkiezingen beïnvloed, maar ook de verkiezingen daarvoor en de verkiezingen daarvoor. En daarom zien we dus dat geen van de vorige regeringen of constellaties dat ze het serieus hebben genomen om dat stukje van partij, politieke financiering te regelen. Dat het helder is, zeg van, hoe moeten we ervoor zorg dragen dat er geen zwart geld binnen het circuit komt? Hoe moeten mensen verantwoorden als het gaat om propaganda die gefinancierd of campagnes die gefinancierd worden? Hoe verantwoorden mensen dat? En wat zijn de sancties, de consequenties als in feite dus je dat niet kan verantwoorden? Want er is een discrepantie tussen wat de mensen opgeven in hun boeken, hun jaarverslagen,
En wat je in de praktijk ziet. In de boeken ga je misschien een 500.000 SRD zien. Terwijl we in de praktijk merken dat we praten over miljoenen US dollars aan partijfinanciering. Dat wil zeggen dat die financiering wordt gedaan door intransparante sources. En we weten dus de beïnvloeding die de partijfinancierders hebben op de samenleving, op de ontwikkeling van het land, omdat ze hun deel terug willen krijgen. Dus we zullen in feite wijs moeten gaan omgaan, als partij zullen we wijs omgaan met het gegeven. Dus dat we tot nu toe niet dezelfde middelen zullen hebben als de andere partijen. Maar we vragen dus, we roepen de samenleving ook op om partijen, ook financieel, materieel, partijen zoals DOE te ondersteunen, zodat de progressieve ideeën die we hebben, dat we ze kunnen realiseren samen. Dus het gaat niet alleen om, je kijkt naar DOE als een politieke partij, maar kijk naar DOE als een instrument van verandering in de politiek. En dat ondersteund wordt. Dus daar gaan we naar voor. We zijn dus nu bezig voorbereidingen te treffen ook om te challengen bij het constitutioneel hof, dat stukje van de verbod op pre-electorale combinaties zijn we bezig en voor te bereiden om dat voor te leggen tijdig aan het constitutioneel hof. Ik denk dat dat wel ook wat voordelen kan opleveren voor die samenwerking tussen de verschillende partijen, zodat ze middelen kunnen binden en zo samen op het, naar het veld toe zullen kunnen opereren. Maar daarnaast weet ik dus dat ook het stukje van de waarborgsom wordt gechallenged door een advocaat op instigatie natuurlijk ook van politieke organisaties, omdat je niet als politieke partij zelf dat kan voorleggen aan het hof. Daarnaast zijn we natuurlijk ook bezig ons gereed te maken voor de samenwerking. We zijn dus nu in, we doen een aantal dingen samen met onder andere A20 en APS, ja, Amazone Partij Suriname. En natuurlijk als wij overeenstemming kunnen bereiken, dan staat bestaat er altijd ruimte voor anderen om zich aan te sluiten om in feite gelijkgerichte partijen natuurlijk, want je wil ook niet met partijen werken waarvan je weet van dat het belang van Suriname geen prioriteit is. En uiteindelijk die samenwerking zal moeten resulteren in een stukje combinatie van middelen, maar ook de resultaten die we beogen. Kijk, we hebben te maken nu met een landelijk evenredigheidsstelsel, zoals je daarnet ook zei. Hoe kijkt DOE naar dit stelsel? Zijn jullie daar voorstander van? Dan neem ik gelijk mee dus dat het bedrag dat nu betaald moet worden, 750.000 aan waarborgsom. Zijn jullie al ready om dat te kunnen doen? Want het is een vrij hoog bedrag als je kijkt, 750.000 SRD. Dus dat zou ik graag van je willen weten. En denk jij dus dat door dit stelsel DOE meer kans maakt op meer zetels te behalen? Dit is een veel, veel meer democratische stelsel. Wij hebben altijd ervoor gepropageerd. Het heeft ons, het vorige stelsel heeft ons in feite zetels gekost. Want met een aantal van 12.000 zoveel stemmen, daar waren we in principe goed voor twee zetels als we zouden praten. Minimaal twee zetels als we zouden praten over een landelijk evenredig stelsel. Dus wij zijn grote voorstanders daarvan en we hebben altijd daar geroepen daarom, om dat te realiseren. Dus we zijn blij. Het is democratischer natuurlijk en het geeft natuurlijk de value, de waarde van een stem telt dus nu overal hetzelfde, is gelijkwaardig. Dus, en daar zijn we blij mee. Het geeft natuurlijk aan alle partijen, het is een open situatie, het geeft aan partijen, alle partijen de kans om in principe waar ook van Suriname
mensen voor je te winnen, voor je ideeën te winnen, zodat daadwerkelijk uiteindelijk op 25 mei de keuze wordt gemaakt voor de partij. Dus het is een veel, veel beter en rechtvaardiger stelsel. Als ik jou de vraag zou stellen, als je kijkt naar het huidige beleid, welke thans gevoerd wordt onder deze president, welk cijfer zou je het willen geven als je het een cijfer zou moeten geven? Het is een onvoldoende, zeg ik, beneden de 5. We praten over 4. Tussen 4 en 5 kan ik geven. Waarom we dicht bij een 5 kunnen zitten is... ze hebben toch op de economische vlak hebben ze een aantal dingen te doen. Het is weliswaar niet in verhouding. Dat is die onsamenhangendheid van het beleid waarover ik sprak. Het is dus in feite niet gelijkgericht en een aantal dingen integraal gedaan. Maar we merken dus dat weliswaar, kijk, we zaten op een gegeven moment met zulke hoge schulden. We praten over 3 zoveel miljard aan schulden. Welke dus de regering had overgeërfd. Geen discussie daarover is een gegeven. You have to look back to know where you're going, van waaruit. De zaken zijn daadwerkelijk opgepakt. Er is een IMF-programma geweest. Uiteindelijk had de president beloofd dat we geen IMF nodig hadden, maar we hadden een diaspora kapitaal zou komen. Uiteindelijk zijn we bij IMF beland. Belangrijk zijn de maatregelen die getroffen worden. Ik ben niet eens over de wijze zoals het plaatsvindt. Vooral als het niet in samenhang gaat met een goede armoedebestrijding. Ben ik niet eens met de wijze zoals dat samen gaat. Maar een aantal van die maatregelen moesten getroffen worden, economisch. Om in feite de neergang van de economie te stremmen. Ik weet niet waar we zouden zijn de dag van vandaag als er dus niet economisch een ingreep was gedaan als het gaat omtrent je huishouding, je financiële huishouding, je uitgavenpatroon. Hoe ga je ermee om? Hoe ga je je schulden wat je hebt herschikken, want op een gegeven moment drukt die schulden heel hard. Als je het zou moeten gaan aflossen, dan heb je minder geld over om andere belangrijke dingen te doen, zoals veiligheid, gezondheid, onderwijs. Maar als ik kijk naar deze zaken, dan zeg je van, dan, daar is waar ze slecht scoren. Als we kijken naar de gezondheidszorg, dan vraag je ze af van, maar met de middelen die in feite vrij zijn gekomen doordat schulden zijn geherschikt, dat zie ik in principe geen verbetering, geen noemenswaardige verbetering op de andere vlakken. Zoals onderwijs. Ja? Wat zien we? Er is niks verbeterd qua onderwijs. In de gezondheidszorg merken we dus dat verpleegkundigen en specialisten of specialistisch kader vertrekt met de dag. Onderwijs. Praten we nog steeds over dat onderwijs in het binnenland nog steeds als voor prehistorisch is, weet je? En zo kunnen we doorgaan. Sociaal, de mensen hun koopkracht helemaal afgebrokkeld. Dus ze hebben heel slecht gescoord. Dus de maatregelen die zijn genomen door de regering zijn niet in samenhang geweest met een volledig programma. En ook een sociaal programma waarbij we kunnen zeggen van oké, we stijgen uit boven de voldoende. Het zijn op zichzelf staande weliswaar sommige goede dingen, maar uiteindelijk het resultaat als geheel is niet positief te noemen. Welke garanties biedt de partij, dus het doel, aan de bevolking dat wanneer ze regeermacht mogen verwerven of meer zetels behaald, ze niet zullen vervallen in dezelfde feiten welke er thans gedaan worden door de zittende regering en daarvoor? Belangrijkste is natuurlijk, ik had het een beetje al benoemd, dus dat je van tevoren laat zien dat je gaat voor deskundigheid.
Dat je gaat voor integriteit en dat je gaat voor anticorruptie. We willen een heleboel dingen doen, maar je kan ze niet doen als je niet de ruimte krijgt om in het machtscentrum te komen. Om die, en vooral bij wet, maar ook vooral bij de handhaving, om die zaken in feite te institutionaliseren. Kijk, misschien weet je het niet, maar, of wie weet je het wel, je zit in Suriname. U weet dat Doe de Trekker is geweest van de anticorruptiewet, toch? Ja, ja. Ja, toch? Dus door handtekening te verzamelen, pressie continu uit te oefenen op de regering, vorige regering, maar ook daarvoor om dat op tafel te krijgen, op de DNA-tafel te krijgen, om te behandelen. Wat zien we? Tot de dag van vandaag traineert men dat proces. Het geeft in principe aan wat Doe wil doen. Maar wij de gelegenheid niet krijgen. Als wij de gelegenheid krijgen, dan zal een van onze speerpunten anticorruptie zijn. Zwaar. Omdat we weten dat dat impact heeft op de totale samenleving. Dat is een van de, of het grootste kankergezwel dat we hebben. Corruptie. Dat heeft impact op alle dingen. Op je gezondheidszorg, op veiligheid, you name it. Als we in staat zijn dat weg te werken, dan gaan we kunnen houden natuurlijk middelen vrij om in feite te gaan stoppen in veiligheid, gezondheid, onderwijs. Dan zullen je in feite geen mensen hebben die zeggen van ik eerst en daarna de rest, toch? Ik heb het getoond als voorzitter van de Doe dat ik niet wil stelen. Ik heb mijn vermogen vastgelegd bij de notaris. Wie doet dat? Dat zijn dingen dus die we willen institutionaliseren en we willen meer gaan doen. Waar we ook naartoe moeten gaan is dat stukje discipline bij de samenleving te educaten of bij te brengen. Zodat we die vaderlandsliefde die er in feite afgebrokkeld is en dat stukje van immoraliteit welke afgebrokkeld is, dat we dat weer terugbrengen. En dat we onze gezinnen prioriteiten. Aan het begin van dit interview heb ik aangegeven, voor mij is het gezin heel erg belangrijk. Het maakt niet uit of je nou een ouder gezin is of dergelijke. Omdat het gezin de kleinste collectieve eenheid is waarin je zou moeten investeren om in feite zeker te zijn dat wat het resultaat is voor de samenleving. Als je verkeerd investeert of niet investeert in het gezin, dan ga je in principe ook niet een maatschappij krijgen zoals je dat wil hebben. Dus als ik vertel me hoe je denkt en wat je beleid is, als je me vertelt, ik weet wat je beleid is als je kijkt naar je gezin. Ja. Zeker als politicus. Mm-hmm. Hoe zit je gezin in elkaar? Zet je kinderen in de criminaliteit? Dus gezin moet een visitekaartje zijn als het gezin ware. Gezin moet een visitekaartje zijn als je in feite zegt van we willen een ander Suriname. En ik ben zeker van dat als deze man of deze vrouw daar zit, dat hij of zij de juiste dingen gaan doen. En dat is waar we naar kijken. En het belangrijkste is, we zeggen het niet alleen, we doen het ook. We doen wat nodig is voor Suriname. Op dit moment betrekken we externe deskundigen met wie we praten. Zeg van, hoe kunnen we Suriname beter maken? Hoe kunnen we Suriname duurzamer maken? Hoe kunnen we in principe de olie, als we straks over oliemiddelen gaan beschikken, hoe kunnen we het beter inzetten voor de verduurzaming van Suriname? We zitten dus niet alleen te gissen op oh, geld moet komen, dan gaan we dit en... Nee, we moeten het gaan verduurzamen. En als dit geld straks in handen van de verkeerde mensen komen, dan is het einde zoek. Ja. Dus ik hoop dus dat we met onze... We doen nog niet voldoende om dat te etaleren. We zijn bezig met de voorbereidingen. Maar dit is in feite een voorproefje van waar we naartoe gaan als Doe. Maar ook als we straks in een samenwerking zitten. Dat we zeggen van kies voor Doe. Kies voor de progressiviteit. Kies voor mensen die in feite getoond hebben dus dat ze het belang inzien van een gezond gezin. Het belang inzien van integriteit, van transparantie. Het belang inzien van anticorruptie.
Dus daarom is waar we naartoe moeten gaan. En ik vraag natuurlijk de samenleving om ons daarin te ondersteunen, om ons daarin tegemoet te komen, waar we misschien minder middelen hebben. Kijken we natuurlijk ook naar middelen en mensen om ons te ondersteunen daarin. Omdat wij het alleen niet kunnen doen, we hebben de samenleving nodig om ons daarin te ondersteunen. We willen geen zwaar geld, we willen schoon geld om de juiste dingen te kunnen doen voor Suriname. In feite heb je slotboodschap al gegeven aan de kijkers die straks naar de stembus moeten gaan. Dat klopt. Dat klopt. Ik weet niet of je nog vragen heeft. Nee, dat was mijn slotvraag zou zijn. Welke boodschap heb je voor die kijkers wanneer ze straks een bewuste keus moeten maken? Ik denk wat ik nog eraan wil toevoegen is dus dat we zitten in een heel moeilijke situatie van... in feite neergang, sociaal-economisch, dat we niet moeten opgeven als samenleving, maar dat we daadwerkelijk het vertrouwen hebben. Ik geloof in onze Surinamers, we zijn veerkrachtig. En dat we daadwerkelijk naar een situatie toe moeten waarbij we nu ons voor moeten bereiden op de komende verkiezingen en heel kritisch moeten zijn. Want er zullen tussen nu en de verkiezingen zullen een heleboel dingen gebeuren. Mensen zullen proberen met pakketten te komen, mensen op het dwaalspoor te zetten. Ik hoor nu dat de koers kunstmatig wordt gedropt en dergelijke. Maar we hebben als samenleving voldoende kunnen zien wat verkeerd is gegaan, wie dat heeft gedaan en wie we dus niet moeten hebben en wie we wel moeten hebben. Maak een bewuste keuze. En laat je dus niet misleiden of leiden door in feite misleidingen. Ja? Dus doe en maak de juiste keuze door de juiste mensen, de juiste partijen te komen ondersteunen. Dankjewel Steven voor je komst hier naar de studio. En dat met ons te delen zodat de samenleving er beter van mag worden en lering daaruit trekt om een bewuste keuze te maken op 25 mei. 2025 aanstaande. Dankjewel Joyce. Graag gedaan. Ja, mijn lieve mensen, met deze laatste woorden zijn we gekomen aan het einde van dit programma. Hij heeft het heel mooi gezegd. De koers wordt kunstmatig gehouden, maar wat hij vergat te zeggen is dat de prijzen nog steeds hetzelfde blijven. Dus die koers dropt is al iets van 30 of 31, maar we zien dus dat die koers gewoon gedropt is, maar de prijzen die blijven hetzelfde. Dus je vraagt je af, wat is er aan de hand? Something is happening. Maar ja, ik zei het al, Steven Alfaizi, voorzitter van DOE, op weg naar de verkiezingen van 25 mei 2025 aanstaande. Geen onbelangrijke en onbekende partij voor de samenleving. Hebben gelaten door altijd hun stem te laten horen, waaronder over corruptie en corruptiebestrijding. Dat is ook duidelijk naar voren gebracht tijdens dit interview. We hebben ook verder gesproken over de waarborgsom, die voor vele partijen te hoog is. Daarnaast heeft hij ons ook verteld dat we in DOE moeten geloven. Dus het ligt aan u kijkers om uw stem uit te brengen op 25 mei aanstaande naar wat u allemaal gehoord hebt. Lieve mensen, bewust kiezen is van cruciaal belang in alle aspecten van ons leven, maar vooral tijdens de verkiezingen. Elke stem telt en heeft de kracht om veranderingen teweeg te brengen in elke samenleving. Onderzoek de standpunten en het track record van de kandidaten en partijen. Laat je niet alleen leiden door emoties of oppervlakkige beloften, maar baseer je keuze op feiten en betrouwbaarheid. Dus wees bewust, wees geïnformeerd en laat je stem horen. Ik ben Joyce Abdulakan. De Tafel is een productie van Suriname Herald en Rasonic Televisie. We bedanken u voor uw aandacht en we zien u weer en horen elkaar weer de volgende keer. Dadah!